In deze aflevering van Vodafone Teamplay Faster draait het om teamcoördinatie. De jongens gaan voor het eerst echt uit hun comfortzone getrokken worden. Ik vind het een teringzooi. Holy shit, jongen. Nice. Wie is er goed genoeg om naar ESL Hamburg te gaan? Dit is Vodafone Teamplay Faster. Goedemorgen. Ik ben benieuwd hoe het met de gamers is, want toen ik gisteravond om 1:30 ging slapen, was bijna iedereen nog wakker. Oké, ik ga opstaan. Let's go! Oké, iedereen is dus gewoon al wakker en ik ben de laatste die wakker wordt. Hallo, goedemorgen. Ja, je moet dan toch weer of een match die dan gisteren gespeeld is, die dan even terug gaat kijken, de hoogtepunten ervan. Ja, waarom niet? Kun je alvast op je computer wat statistieken opzoeken, hè, wat matches bekijken die je hebt gemist in professioneel Dota. Ja, dan merk je wel dat je met 10 Dota-spelers in een huis zit, ja. Al zijn we de hele dag gedrilld, zie je dat er alsnog, dat eigenlijk zo goed iedereen denkt, nou, laten we dan toch maar nog een potje spelen. Je geeft die jongens computers en ze zijn gelukkig. Het is tijd voor de volgende inspiratiesessie. Maar de jongens zijn nog druk bezig. Jongens, we gaan iets doen. Ja, niet voor lang. Sniper, MK47. Oei. Biggie is nog steeds in game. Laat de jongen nou zijn game opmaken, joh. Nee, maar we moeten echt. Ik bedoel, iedereen staat te wachten. Biggie. Ja? Biggie. Afsluiten. Het is over. Biggie. Je hebt een uur gehad deze game. Biggie. Intens. Oh no! Ik ga dood. Oh no! Yes! Ben dood. Jij bent nu toch dood van de waarheid. Hoe kerst? Gewoon weg. Oké, weg. Zijn we er klaar voor? Oké. Ik wil vandaag, ik weet dat we hebben al weinig slaap gehad, maar ik wil het onderste uit de kan. Wat ik nu wil toevoegen is druk. Ik wil jullie heel graag voorstellen aan Ramon Beuk. Iets meegekregen van wat ik doe? Helemaal niet. Nee, niemand. Jongens, ik ben iemand, ik hou van resultaat halen. En resultaat halen doen wij met elkaar als koks in de keuken. Met jullie wil ik vandaag de keuken ingaan en jullie laten nadenken over het halen van een topresultaat. Met ingrediënten die jullie waarschijnlijk niet allemaal zullen kennen, maar het feit dat jullie met z'n vijven zijn in een groepje, hebben jullie allemaal wel eens iets gedaan in de keuken. Je hebt vast wel eens water gekookt. Nou, misschien heb je dat wel nodig, ja toch? Nou. Bij Ramon Beuk vond ik het heel leuk om te zien dat die jongens helemaal uit hun comfortzone zijn. Je kan ze achter een computer zitten en weet ik het wat. Maar dat is nog steeds hun bekende omgeving met een beetje een twist. Terwijl ze als ze in die keuken staan met mensen die ze toch niet helemaal kennen en iets moeten doen met ingrediënten waar ze helemaal niks mee hebben. Kom maar. Doe het maar. Zorg voor 1 plus 1 is 3. Dat wil ik vandaag van jullie zien. Dus ik ga jullie ook geen recepten geven. Ik wil dat jullie nadenken over hoe gaan wij met elkaar iets neerzetten waar ik die gozer, die kok die daar staat, ga verrassen met teamwork en resultaat en smaak en presentatie en alles wat daarbij komt kijken. Koken was een interessante opdracht, om het even zo te zeggen. Ik zie mijzelf niet als chef-kok. Ik ken niet koken. Ik ken echt niet koken. Jongens, en er is een tijdsdruk. Een heel klein uurtje. Dat betekent in dat uur ga je met elkaar overleggen. Je gaat zoeken op internet naar bereidingen. Ja, tijdens de kookchallenge was het ook weer lekker bezig. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik moet doen. Ik kook niet heel veel. Maar wat is dit ding? Ik weet wat dit is. In eerste instantie wisten we eigenlijk niet wat dat was. We hadden wel een idee, maar niemand wist eigenlijk echt zeker wat we nou voor ons hadden liggen. Stel voor dat we deze zo even doorchoppen en kijken wat we ermee gaan doen. Met een knolselderij werk ik thuis niet heel erg veel, moet ik eerlijk zeggen. En ik weet ook niet of ik dat per se meer ga doen na vandaag. Fuck it, doe het. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik heb geen idee. En dat hoor ik nu. Meer dingen doen, jongens. Wat is het? Wat moet er nog? Meer passie. Ik ga bij jou eruit halen. Als het goed is het nu klaar. Ik vind een teringzooi, jullie? Voor het roosteren van de sla was gewoon een kwestie van gewoon een beetje scheuren.
een beetje omdraaien af en toe om het allebei de kanten natuurlijk goed evenwichtig te houden. Het is nog een half uurtje, jongens, kom op. Maar ja, het was wel even apart. Maar ik denk dat die persoonlijk verbrand is. Ja, voor een deel, maar dat moet je gewoon afhalen. Kijk, hoe ga ik een stukje van die slaap bij? Oh. Het smaakt een beetje naar hoe een ziekenhuis ruikt. Nou. Gebeurt er nou? In je mond. Ja, inderdaad. Er gebeurt er nou. Het gaat veel kanten op. Ik ben wel overtuigd. Ja, ik vond dat er een heel duidelijk contrast te zien was ten opzichte van elkaar. In dat er één veel democratischer proces was. Maar daar hebben we Victor voor. Ja, daar hebben we Victor voor. Victor. En één proces wat een beetje meer op een dictatuur lijkt. Waar kan ik het nou even neerzetten? Goeie vraag, weet ik ook niet. Echt meer delegeren. Ja. En van jouw kant vind ik dat heel mooi is dat jij ook aangeeft, ik weet het zelf ook niet, jongens. En wat je dan krijgt, is dat je van iedereen veel meer binding krijgt met het team. Want ze voelen allemaal alsof ze meer bij kunnen dragen. Jullie hadden, was wat chaotischer. En ik voelde veel meer dat ik nodig was hier om de aan te trekken, omdat het wat chaotisch was. Dat maakt voor mij heel simpel dat we anoniem eindelijk hebben besloten dat Marv met zijn team de winnaar zijn. Yes! Ja, nou, dat is wel apart. Want ik heb dus redelijk wat keukenervaring en ik merkte ook wel dat ik van mezelf iets had van, ik heb gewoon een idee en dat gaan we uitvoeren. En ik had inderdaad wat minder aandacht voor wat mijn teamgenoten wilden. Biggie is ook gewoon een grote mastermind achter ons gerecht, hoor. Zo, dat Biggie wel wat, hoor. Niks. Biggie kwam met de ideeën. Ik kwam ook met de ideeën en die werden vervolgens afgebrand. Ja. Maar jongens, vertaalt het zich ook door naar Dota? Altijd luisteren naar Marv? Altijd luisteren naar Marv. Dota betekent voor mij competitie. Vriendschap. Ik heb heel veel vrienden gemaakt door Dota. Ik heb ook heel veel vijanden gemaakt door Dota. Heel veel vriendschappen ook verbroken door Dota. Er zijn ook wel echt mensen die echt de Jolonda uit je lijf proberen te halen. En echt proberen ziek te maken, lijkt het. Dat William het zwaar heeft, blijkt bij het volgende potje Dota, waarbij zijn stoel leeg blijft. Nou ja, ik zie eerder de sterktes van anderen dan mijn eigen sterkte. En dat is in het echte leven ook zo. Dan denk ik van, oh, die kent dat echt goed. Maar je ziet niet dat ik iets anders ook heel goed kan. Dat zie ik voor mezelf niet. En dan denk ik, ja, er is altijd wel iemand beter dan mij. Wat is je aan het doen? Even met thuisfront even bellen. Wie had je gebeld? Mama. En hoe gaat het? Ja, goed. Ik merk wel verschillende dingen tussen mij en de rest. Ook in de positie hoe ik erover denk, over waar hun staan. Ja, en dan merk je toch het niveauverschil hoe het verschil van hoe iedereen erin staat tegenover mij. Ja, en dat is wel even. Ja, toch een reality check soort van. Wat ga je het meest meenemen, denk je? Meer dat ik mezelf moet zijn. En mezelf blijven. En wat ik doe, goed doe. Mm-hmm. Ook in het spel. En ook wie ik ben, jezelf ben eigenlijk. En je zegt van, dit is wie ik ben. Zo speel ik en zo wil ik het doen. Terwijl wij buiten even een goed gesprek aan het voeren zijn, zitten de jongens binnen gehypnotiseerd voor de tv. Maar door wat? Ze zijn heel geconcentreerd. Dus ik ga ze niet te veel lastig vallen. Comeback! Als ze dus niet zelf aan het spelen zijn, zitten ze wel een potje Dota te kijken. Maar terwijl de mannen allemaal nietsvermoedend voor de tv zitten, plakken wij in de game room stiekem een stukje van hun beeldscherm af. Wat we zo meteen gaan doen, is een challenge die gaat jullie flink testen. Ik wil daarbij afdwingen dat jullie communicatie heel erg over de captain heen gaat lopen. Mensen gebruiken te lange zinnen, mensen spreken te vaag, et cetera. De opdracht die erna volgde, die was wel interessant. Vier spelers moeten spelen zonder dat ze een minimap hebben. En één speler mag het wel. En die speler moet gewoon maar communiceren wat hij ziet. Ja, dat was een ervaring. Het gedeelte dat is afgeplakt is de zogenaamde minimap, waarop de spelers van elkaar en de tegenstander kunnen zien wie zich waar op het speelveld bevindt. Dan plakken ze die af en dan denk ik, ja, en nu?
gebruikt het zoveel. Echt gewoon voor allerlei dingen die je zonder na te denken eigenlijk gewoon daarmee doet. Interessant. Bizar. Verschrikkelijk om te spelen. Holy shit, jongen. Geen minimap. What the fuck? Top, top, top. Oké, okay, top, top, run. Ja, ik ben net gedaan. Ik heb een eindelijk. Ga dan een zikkershop, ja. Ik merkte dat ik af en toe niet helemaal lekker uit mijn zinnen kwam. En dan ga je ook wat meer spreken in wat steekwoorden. Weet je het nog op server in de center? Ja, ik zag het. Jongens. Ze moesten wel naar huis, want ze hadden zelf niet meer informatie. Ze wisten zelf niet meer. In ieder geval, die ledge willen we het liefst. Maakt niet uit, jullie willen die botlane niet winnen. Nice! We hadden uiteindelijk ook gewonnen, omdat ik denk ik, hoop ik, ook wel een oké captain was op dat gebied. De meest indrukwekkende speler met afstand tijdens de Hidden Map Challenge was Marv. Dat is echt zwaar. Dat is echt heel zwaar. Jongens, als eerste echt ontzettend goed gedaan. Ik heb oprecht een beetje koppijn nu. Het was het meest inspannende potje dood dat ik ooit heb gespeeld. Mijn muis was nat. Dit forceert om extreem veel te communiceren. Dat is iets wat ik heel erg merkte. De calls van de captain werden gewoon allemaal gevolgd. Props aan allebei de captains voor de inzet. En ook dus dat jullie allebei door een oncomfortabel punt heen zijn gegaan voor jullie team. Excellent work, guys. Dankjewel. Laten we bij deze de dag afsluiten, want jullie hebben je rust al verdiend. Oké, het is 11:15. Ik ga slapen. Een paar van de spelers zijn nog een beetje aan het kletsen met Kips. Volgens mij gaan ze daarna wel naar bed. Tenminste. Dat hoop ik. Rusten, Pepijn. Wat? Play faster on the network for gamers. Vodafone.